Gemeente, wij openen Gods woord in het boek Genesis en ik lees u daarvan voor het 40ste hoofdstuk waar onze herziende statenvertalers hebben bovengezet. De schenker en de bakker dromen. Na deze dingen gebeurde het dat de schenker van de koning van Egypte en de bakker zondigden tegen hun heer, de koning van Egypte, zodat de farao erg kwaad werd op zijn twee hovelingen, het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers. Hij liet hen in hechtenis zetten in het huis van het hoofd van de lijfwacht, in de gevangenis, de plaats waar ook Jozef gevangen zat. En het hoofd van de lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te dienen. Ze zaten geruime tijd in hechtenis. En in één nacht hadden ze beiden een droom. Ieder zijn eigen droom met zijn eigen betekenis. De schenker en de bakker die aan de koning van Egypte toebehoorden en die in de gevangenis gevangen zaten. Toen Jozef 's morgens bij hen kwam, keek hij hen aan en zie, ze waren terneergeslagen. Hij vroeg aan de hovelingen van de farao die met hem in het huis van zijn heer in hechtenis zaten: waarom staan uw gezichten vandaag zo treurig? Ze zeiden tegen hem: we hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Jozef zei tegen hen: is de uitleg niet aan God? Vertel ze toch aan mij. Toen vertelde het hoofd van de schenkers aan Jozef zijn droom en zei tegen hem: zie, in mijn droom stond er een wijnstok voor me en aan die wijnstok zaten drie ranken. Hij was aan het uitlopen, zijn bloesem kwam tevoorschijn en zijn trossen brachten een rijpe druiven voort. De beker van de farao was in mijn hand en ik nam die druiven, perste ze uit in de beker van de farao en gaf de beker in de hand van de farao. Toen zei Jozef tegen hem: dit is de uitleg ervan, de drie ranken staan voor 3 dagen. Nog binnen 3 dagen zal de farao u een hoge plaats geven en u in uw ambt herstellen. U zult de beker van de farao in zijn hand geven, overeenkomstig uw vroegere positie, toen u zijn schenker was. Maar denk aan mij, wanneer het u goed zal gaan. Bewijs mij toch goede tierenheid en vertel over mij aan de farao en maak dat ik uit dit huis kom. Want ik ben met geweld ontvoerd uit het land van de Hebreeën. En ook hier heb ik niets gedaan waarvoor men mij in deze kerker zou moeten zetten. Toen het hoofd van de bakkers zag dat hij een gunstige uitleg had gegeven, zei hij tegen Jozef: ook ik had een droom. En zie, er waren 3 manden met wit brood op mijn hoofd. In de bovenste mand zat allerlei voedsel voor de farao, het werk van een bakker. Maar de vogels aten ervan uit de mand bovenop mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef en zei: dit is de uitleg ervan. De 3 manden betekenen 3 dagen. Nog binnen 3 dagen zal de farao u een hoge plaats geven. Hij zal u aan een paal hangen. En de vogels zullen uw vlees van u afeten. Op de 3e dag, de geboortedag van de farao, gebeurde het dat hij voor al zijn dienaren een maaltijd aanrichtte. En hij gaf het hoofd van de schenkers en het hoofd van de bakkers een hoge plaats te midden van zijn dienaren. Hij herstelde het hoofd van de schenkers in zijn ambt van schenker, zodat hij de beker weer in de hand van de farao mocht geven. Maar het hoofd van de bakkers hing hij op, zoals Jozef hun uitgelegd had. Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. Tot zover. En ik vroeg me af of er kinderen in de kerk zijn die mij iets vertellen kunnen. Oh ja, daar gaat er nog weer een. Of een van jullie mij vertellen kan wat voor weer het wordt komende zondag. Want ik wil graag weten wat ik aan moet trekken. Of dat een warme trui moet zijn, of dat het beter wat luchtiger kan. Wat voor weer wordt het komende zondag? Ja, en toen bleef het stil. En als ik het aan de grote mensen vraag, dan blijft het ook stil. Want er is geen mens die weet wat voor weer het wordt over 7 dagen. Hoe komt dat?
omdat er niets zo onvoorspelbaar is als het weer. Misschien dat we een beetje kunnen weten wat voor weer het morgen wordt. Wat voor weer dat het overmorgen wordt, maar helaas, dan houdt het eigenlijk ook wel weer op. Dat heeft te maken met wat we noemen het vlindereffect. Of in goed Engels het butterfly effect. Dat is iets wat een geleerde heeft uitgedacht. En het wil zeggen dat als je een heel klein beetje verandering brengt aan het begin, dat dat kan uitgroeien tot een totaal andere uitkomst dan wat je aan het begin had gedacht. En hij heeft dat proberen te illustreren aan de hand van een vlinder. Hij zegt, als er nou een klein vlindertje is in het Amazonegebied dat wappert met zijn vleugels, dan kan dat, doordat het versterkt wordt en weerklank vindt in allerlei dingen, kan dat een orkaan opleveren in de Verenigde Staten. Het begint zo klein, zo'n klein vleugelslagje, maar het groeit uit tot een orkaan. Wat voor katwijkers wel leuk is, is dat deze geleerde aanvankelijk een voorbeeld had. Niet van een vlindertje, maar van een meeuw. Dat vond ik dan leuk. Dus een meeuw klappert met zijn vleugels en het stormt boven Drenthe. Nou, zo kan dat dus. Het begint klein en het groeit groot uit. Dat heet het vlindereffect. En dat maakt dus dat dingen onvoorspelbaar zijn. Nou, waarom vertel ik u dit? Omdat dat ook iets is wat we tegenkomen in ons eigen leven. En het heeft te maken met Gods voorzienigheid. Een paar weken geleden hebt u gezien of gehoord hoe dat de presidentskandidaat van Amerika zijn hoofd net eventjes afwendde, zodat de afgevuurde kogel hem niet in het hoofd raakte, maar in zijn oor. Wat als het net even anders was gegaan? Ja, maar het is net goed gegaan. Althans, afhankelijk van uw politieke voorkeur. Maar in ieder geval uit menselijk perspectief. Hè? Dus dat gaat dan net goed. Je hebt ook mensen. Een ander voorbeeld is, stelt u zich voor, het is vrijdagavond laat en u bent op station Leiden. Nou, voor de jonge mensen misschien. En je moest eigenlijk nog ergens naartoe, maar je bent net te laat voor de trein. Nou, chagrijnig en dat gaat allemaal niet goed. Maar wat je nog niet wist, was dat daar op het bankje op het perron je aanstaande vrouw zit. Ja, dat wist je helemaal niet, maar je raakt met elkaar in gesprek en 2 jaar later buig je je knieën vooraan in de kerk. Had je nooit gedacht, en als je de trein wel had gehaald, was het nooit gebeurd. Voelt u een heel klein iets? En het leven neemt een totaal andere wending. Nou, ik hoop straks met u in de preek te ontdekken dat de Heere door de allerkleinste dingetjes in ons leven zijn plan volvoeren kan. We zullen dat zien bij Jozef. Het gaat met Jozef helemaal precies goed. Ook al denkt Jozef misschien bij zichzelf dat het helemaal niet goed gaat. Maar het zijn de kleine dingetjes die een totaal andere uitkomst opleveren dan dat Jozef aanvankelijk had gedacht. Dat Israël op de Heer vertrouw, zijn hoop op Gods ontferming bouw en stil berust in zijn beleid van nu aan tot in alle eeuwigheid. Dat zijn de woorden van Psalm 131, vers 4. En ik wil dat graag met u zingen nadat we een ogenblik de tijd hebben genomen om na te denken over wat we hebben gelezen in Genesis 40. Dus de tekst van de prediking valt samen met het schriftgedeelte dat ik u heb voorgelezen. En daarin gaat het over de schenker en de bakker. Dat hebt u kunnen horen. En ik zou achtereenvolgens willen letten op hoe dat hun dromen worden gedroomd. En dan letten we een beetje op de omstandigheden waaronder die schenker en de bakker in de gevangenis terecht zijn gekomen. Vervolgens worden hun dromen verklaard. Want Jozef is de dromenduider en hij geeft antwoord op hun vragen. En dan letten we in de laatste plaats nog op hoe dat die dromen ook daadwerkelijk zijn uitgekomen. Tot voordeel of tot oordeel. Dus de dromen worden gedroomd, de dromen worden verklaard en de dromen komen uit. Gemeente, er staat in mijn Bijbel, in het 8e hoofdstuk van de Romeinenbrief,
En wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. En wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Ik denk dat Jozef daar zijn handtekening wel onder heeft kunnen zetten toen hij aan het werk was in het huis van Potifar. Denkt u niet? Alles wat zijn handen aanraakte veranderde in goud. Dat wil zeggen, hij was voorspoedig. De dingen die hij ter hand nam werden gezegend. En het lukte, en dat bleef ook niet onopgemerkt bij Potifar. En Potifar stelde hem op een steeds hogere positie. Jozef kreeg steeds meer verantwoordelijkheid. En als wij dan aan Jozef vragen, Jozef, is het waar dat voor degenen die in God geloven alle dingen meewerken ten goede, dan zegt Jozef ja. Ja, kijk maar, het gaat goed. Jozef was inderdaad iemand die God lief had. En dat maakte Jozef ook tot een principiële jongen. Dat wil zeggen, Jozef wist wie hij was. Hij wist waar hij voor stond. Hij wist waar hij wel in mee kon en hij wist ook waar hij niet in mee kon. Je wist wat je aan Jozef had. Dat is natuurlijk een spiegel om in te kijken. Aanvankelijk heeft Jozef daar helemaal niet zoveel problemen mee gehad. Het ging ook goed. Maar ja, toen klonk daar die vrouwenstem door de gewelven van het paleis van Potifar. Jozef. 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 En Jozef moest opdraven. Het was de vrouw van Potifar. En de vrouw van Potifar wilde iets van Jozef wat Jozef niet wilde. We hebben daar vorige week bij stilgestaan, in alle teerheid. Ja, Jozef, waarom doe je het niet gewoon? Jozef kon het niet. Want Jozef stond voor wie hij was. Werd die standvastigheid ook beloond? Nou, eigenlijk niet, hè. Want op het moment dat we hier hoofdstuk 40 openleggen, dan zien we dat Jozef niet zichzelf nog hoger opwerkt aan het hof van Potifar. Hij is juist beland in een diepte die nog lager is dan de kuil waarin zijn broers hem ooit hadden geworpen. Jozef, geloof je het nog steeds? Dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede? Het lijkt er niet op, hè? En toch is het zo, gemeente, opvallend dat als wij het geheel van de Bijbel wat in ogenschouw nemen, dat heel veel kinderen van God, heel veel knechten van God, op een zeker punt in hun leven belanden in de gevangenis. Noem eens iemand. Johannes de Doper. Ben je er weer, Boas? Ja. Oké, fijn dat je er bent. Johannes de Doper. Ja, Johannes de Doper. En wat deed dat nou met Johannes de Doper? Ja, de duivel sprong er bovenop. Dat is wat er in de gevangenis gebeurt. Je leven komt totaal tot stilstand. Het is donker en koud. En al die vragen die je vroeger misschien nog wat van je af kon drukken, die kruipen ineens naar binnen. En dat heeft Johannes de Doper ertoe gebracht dat hij de heiland ging vragen, zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Dat is een grote vraag. Ja, dat komt naar boven in de gevangenis. Dan ligt alles op de zeef. Paulus en Silas zijn in de gevangenis verdaagd. Jeremia. Simson. Paulus. Allemaal zijn ze op dat plekje geweest. Waarom? Om het kaf van het koren te scheiden. Zal Jozef nou net zo standvastig blijken in de gevangenis als dat hij was in het huis van Potifar? Nou, u hebt gehoord dat Jozef niet verandert. Hoe moeilijk het ook misschien geweest is voor hem in het donker en om van de ratten besnuffeld te zijn. Hij werkt zichzelf dan toch zo goed en zo kwaad. Het gaat weer een beetje omhoog, want hij wordt gesteld over de gevangenen. Dus opnieuw neemt hij ijverig en welwillend ter hand wat zijn hand vindt om te doen. Jozef
is net zo goed Jozef in de gevangenis als dat hij het was in het huis van Potifar. Hoe vaak gaat die gevangenisdeur open? Nou, niet zo vaak. Elke dag wel. Dat is heel eventjes. Dan wordt er wat eten naar binnen geschoven en de emmer, als u begrijpt wat ik bedoel, die wordt weer naar buiten gehaald. En heel soms gaat de deur nog eens open. En altijd wordt er dan of iemand naar binnen gedrukt, of er wordt iemand uitgetrokken. Wat betekent het als iemand naar buiten wordt gehaald, uit de gevangenis? Nou, dat kan twee dingen betekenen. Of diegene zal vrij zijn, of diegene zal veroordeeld worden. Dat zijn de twee dingen die kunnen gebeuren achter de gesloten deur van de gevangenis. Jozef wordt er naar binnen gegooid. Jozef is de enige niet. En dan breekt er een dag aan dat er twee nieuwe gevangenen tegelijk in de kerker worden geworpen. En aan hun kleren kun je al wel een beetje zien, het zijn de minsten niet. Wie zijn het dan? En ze worden op de ene plaats genoemd de overste van de schenkers en de overste van de bakkers. En in het eerste vers staat er heel eenvoudig dat het gaat om de schenker en de bakker. Dat zijn mensen die aan het hof werkten van de farao, de koning van Egypte. Wat deed zo'n bakker? Bakte die zelf zijn broodjes? Nee hoor, daar had hij anderen voor. Wat deed zo'n schenker? Stond hij zelf op het land te harken bij de druiventrossen? Nee hoor, daar had hij ook andere mensen voor. Maar de overste van de schenker en de overste van de bakkers, die waren gesteld over dat hele proces van voedselbereiding. Egyptenaren waren net als u dol op lekker eten, dol op lekker drinken. En die bakker en die schenker die zagen erop toe dat de farao alleen het allerbeste onder zijn neus geschoven kreeg. En daarbij is het waarschijnlijk zo geweest dat die schenker en die bakker telkens het eerste stukje voedsel en het eerste slokje drank van de farao tot zich namen. Dus daar werd de farao een brood voorgelegd en het eerste plakje dat er werd afgesneden verdween in de mond van de bakker. En daar werd het glas nog eens bijgevuld van de farao en het eerste slokje dat genomen werd, werd genomen door de schenker. Waarom, denkt u? Nou ja, een klein druppeltje vergif. Of een klein beetje spul in het eten. En de farao die valt van zijn stoel. En je hebt een coup of een staatsgreep of in ieder geval een hoop onrust in het land. En de farao zou het leven laten misschien wel. Dat moet je niet hebben. En de farao was erop beducht dat hij misschien vergiftigd zou worden. En nou horen wij van die schenker en de bakker, vertrouwelingen van de farao, dat ze tegelijkertijd in de gevangenis worden geworpen. Wat zouden ze hebben gedaan, denkt u? Ja, het staat er niet, hè? Ik ben zelf nooit in de gevangenis geweest. Althans, ik heb nooit veel erger dingen gedaan, maar niet zo erg dat. Nou, laat maar. Ik ben er wel eens geweest en ik heb gehoord dat gevangenen onder elkaar het eigenlijk nooit hebben over wat ze hebben gedaan. We horen het hier ook niet, wat ze hebben gedaan. Hebben ze eigenlijk wel iets ergs gedaan? Die farao is zo machtig, hij hoeft maar in zijn vingers te knippen. Of de schenker en de bakker worden van het toneel verwijderd, dat begrijpt u. Ik las bij een verklaarder, dat was Matthew Henry, en die schreef: misschien zat er wel een vlieg in de beker van de farao. Dus die farao die pakt zijn drinkbeker en hij denkt, een vlieg. En hij knipt in zijn vingers en de farao en de schenker en de bakker worden in de gevangenis gegooid. Ik zou u willen vragen om dat even vast te houden. Want daar heb ik wel een toepassing bij. Bij zo'n vliegje in de beker van de farao. Maar hoe het ook zij, de schenker en de bakker worden gevangen.
En ze zitten daar in de gevangenis en ze wennen wat aan de atmosfeer en ze wennen wat aan Jozef. En op een dag kijkt Jozef ze 's ochtends in de ogen en dan ziet hij al dat er iets niet helemaal in de haak is. Hun gezicht is er neergeslagen. Ze zijn duidelijk verontrust. Er is in die nacht iets gebeurd en ze weten er zich geen raad mee. En Jozef zegt, wat is er jongens? Ja, zegt de schenker, ik heb gedroomd. Ja, zegt de bakker, ik ook. Maar er is niemand die het uitleggen kan. Kijk, aan het hof van Farao, daar had je dromenduiders. Maar hier, ja, we zitten in de gevangenis, hier is niemand. Maar Jozef die stapt naar voren en die zegt, zijn de uitleggingen niet godes? Laat mij het dan uitleggen, vertel mij uw dromen. En vervolgens gaan schenker en de bakker hun dromen vertellen. Maar ik zou eerst, zo aan het einde van de eerste gedachte, halt willen houden om u twee vragen te stellen. De eerste vraag is deze. Gelooft u dat het waar is wat Paulus zegt? Dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede? Alle dingen? De grote en de kleine. Er komt een dag, dan zal Jozef onderkoning zijn van Egypte. Er komt een dag dat hij zijn vader en zijn broers weer in de armen mag sluiten. En daar hoort de weg daar naartoe, daar hoort de gevangenis ook bij. Daar horen de schenker en de bakker ook bij. Daar hoort zelfs dat vliegje bij, waarvan Matthew Henry zegt dat hij in de beker, de drinkbeker van de farao is terechtgekomen. Mag ik het zo zeggen? God beschikte een vlieg. En dat vertoont de farao, die werpt de schenker en de bakker in de gevangenis. Die krijgen dromen, vervolgens duidt Jozef de droom. En pas heel veel later wordt teruggedacht aan Jozef. En zo, het een veronderstelt het ander. En als je dat allemaal overziet in de tijd, dan klopt het allemaal. En het had niet anders gekund, het gaat precies goed. Maar het begint dan zo heel klein. Weet u nog het vlindereffect? Als een vlindertje dat klappert met haar vleugeltjes. Zo klein. Kijk, als wij in het nauw zitten, als wij ons niet zo heel veel moeite hoeven te doen om ons iets voor te stellen bij de gevangenis van Jozef, dan kunnen we gaan roepen naar boven. En eigenlijk zouden we dan het liefst zien dat de Heer met zijn eigen handen de hemel open scheurde, dat hij met zijn eigen handen zo zijn hand onder je bestaan ging leggen en je uit de kuil omhoog trok en je op een hoge plaats neerzette. Dat is eigenlijk nooit hoe de Heere werkt. De Heere werkt wel met zijn eigen handen. Maar hij doet dat door heel zijn schepping in te schakelen. Natuurlijk is de Heere heel goed in staat om bovennatuurlijke dingen te doen. Maar de Heere hoeft maar een kleine verandering teweeg te brengen in de wereld zoals we die kennen. Jou net op het juiste moment op de juiste plaats laten zijn. Waardoor het ineens toch de goede kant op begint te gaan. De Heere is daar vrij in, hij werkt daar ook soeverein in, heel rustig gaat hij zo te werk. We zien dat ook heel mooi in de geschiedenis van, van Jona. God beschikte een vis, staat daar. Wat betekent dat? Tovert de Heere met eerbied gesproken een vis tevoorschijn? Nee, hij beschikte een vis. Wat betekent dat? Nou, Jozef die is daar aan boord en er is storm op zee en dan komt er één moment. Eén seconde waarop de bemanning dat de hele bemanning Jona grijpt en Jona overboord gooit. En als Jona uit water raakt, moet die vis precies daar wezen. Want die hele vis, die hele zee zit vol met vissen. Alleen die ene vis, die moet daar zijn op dat moment. En dat is wat de Heere dan doet. Hij beschikt een vis. Hij stuurt de dingen zo dat het meewerkt ten goede en Jona wordt gered. En verderop in het Jona-verhaal beschikt de Heere een wonderboom. Waar komt die boom ineens vandaan?
Nou, dat was een klein zaadje in de grond. En precies op het juiste moment, op de juiste plaats, schiet dat op en waaiert het over... Wat zou dat geweest zijn? Waaiert het over Jona uit en Jona krijgt de verkoeling die hij nodig heeft. En later beschikt God een worm om diezelfde boom weer weg te halen. Wat betekent dat? De Heere stuurt het en leidt het, zodat alle dingen meewerken ten goede. Nog eens de vraag, gelooft u dat of niet? De goede dingen, de slechte dingen, de grote dingen, de kleine dingen. Alle dingen moeten meewerken ten goede. Het zou zoveel rust geven in uw hart. Als u zich daaraan toe zou durven vertrouwen. Vader, wat gij doet, is goed. En er zit nog een toepassing in. Niet voor iedereen, maar wel voor sommigen. Wordt het niet eens tijd om Jozef te raadplegen? Een mens is een vreemd wezen. Wij kunnen, als wij ergens tegenaan lopen, het eerste wat we gaan proberen is om het zelf op te lossen. Dat kan van alles wezen, dat kan iets zijn in de relationele sfeer, dat kan iets zijn op het werk, het kan ook iets geestelijks zijn waar je tegenaan loopt. Het eerste wat je bedenkt is, oh, probleem, ik ga het oplossen. En je gaat ermee bezig. Daar kun je een heel eind mee komen, het is ook goed. Dan komt er een moment dat je merkt, ik kom er zelf niet uit, ik heb hulp nodig. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je het misschien eens aan een vriend vertellen. Of je gaat naar je huisarts, of je gaat naar een psycholoog. Of je gaat naar je ouders toe, dan zoek je hulp. Is dat verkeerd? Nee, dat is hartstikke goed. Dan kan er een moment komen, kom je er nog niet uit. Wat ga je dan doen? Ja, meer. En je zoekt. En het vreemde is dat het vaak heel lang duurt voordat wij eindelijk met onze problemen op de plek komen waar wij met onze problemen moeten zijn. Namelijk bij de meerdere van Jozef. Jezus Christus. Die heeft gezegd, komt allen tot mij. Die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Waarom duurt dat nou zo lang? Waarom stellen we die laatste stap uit voor het laatst? Dat moet veel, veel vlugger. Dat moet aan het begin van de weg. Want de Heere is nooit te druk voor onze kleine probleempjes. De Heere is wat dat betreft als een goede en liefhebbende vader. Die zijn kinderen niet wegstuurt, ook al heeft hij belangrijke dingen te doen. Maar hij zegt, kom eens hier, kom er eens bij, wat is er? En wat zullen we doen? En het is tot eer van de Vader, als u hem daarin kent en u door hem laat meenemen. En luistert naar zijn raad en wijsheid. Zoals de schenker en de bakker om raad vragen bij Jozef. Nou, dan zijn we ook bij onze tweede gedachte. Want de schenker en de bakker, die beginnen te vertellen. Allereerst is de schenker aan het woord. Jozef zegt, wat heb je nou gedroomd? En de schenker die zegt, nou, het gebeurde eigenlijk in één ogenblik, zoals dat alleen in een droom kan natuurlijk. Wat gebeurde er dan? Er was een wijnstok en er waren drie ranken die sproten daaruit voort. Even kijken hoe het er precies staat. Hij was aan het uitlopen. Het zijn eigenlijk drie dingen die er dan gebeuren. Hè? In één moment, het was aan het uitlopen. Zijn bloesem kwam tevoorschijn. En zijn trossen brachten rijpe druiven voort. En toen, nou, ik had de beker van de farao in mijn hand. En toen gebeurden er weer drie dingen. Ik nam de druiven. Ik perste ze uit in de beker van de farao. En ik gaf de beker in de hand van de farao. Weer drie dingen. Dus drie ranken. Drie dingen en drie dingen. En dan gaat hij aan Jozef vertellen dat hij dat gedroomd heeft.
En dan zegt Jozef, ja, in dat getal 3 ligt de sleutel. Want in 3 dagen zal de farao u een hoge plaats geven. En u in uw ambt herstellen. U zult de beker van de farao in zijn hand geven, overeenkomstig uw vroegere positie toen u zijn schenker was. Het is wel een opmerkelijke droom. Waarom zou die schenker nou zo bang zijn geweest, denkt u? Het is toch een mooie droom? Daar komt iets tot bloei. Daar wordt iets, daar wordt een wordt druivensap wordt tevoorschijn gehaald uit de druiven. Er zijn verklaarders die zeggen, waarschijnlijk heeft die schenker gedacht dat zijn droom niet vooruit wees naar de toekomst, maar terug wees op zijn verleden. En dan zou de droom kunnen betekenen, dit is de laatste keer geweest dat je die druiven hebt uitgeknepen boven de beker van farao. Het einde is nabij. En weet u hoe het komt dat wij nou de andere kant op denken? Dat komt omdat wij het Nieuwe Testament hebben. En als wij iets horen over een wijnstok en over de ranken, dan gaan onze gedachten meteen uit naar wat de heiland heeft gezegd. Als wij horen over druiven die worden uitgeknepen, dan gaan onze gedachten naar de heiland, van wie dat ook wordt gezegd, dat hij wordt uitgeknepen als een druif. En wijn, dat is een symbool van de nieuwtestamentische vreugde. 3 dagen, zoveel tijd ligt er tussen zijn sterven en zijn opstanding. Dus wij hebben goede moed voor de schenker, maar de schenker die weet het allemaal niet. Jozef stelt hem toch gerust. En Jozef zegt, jongen, heb goede moed, over 3 dagen komt het helemaal in orde met jou. De bakker die hoort dat aan. En die bakker die denkt, mooi zo, nou durf ik mijn droom ook wel te vertellen. En hij begint te vertellen. Hij zegt, ja, ik heb ook gedroomd. En ja, toevallig ook iets met 3. Hij zegt, ik liep ergens en ik had 3 manden met wit brood op mijn hoofd. En in de bovenste mand zat allerlei voedsel voor de farao. En toen kwamen de vogels en die aten dat op. Uit de bovenste mand. Nou, dat is mijn droom. Nou, Jozef, zeg eens, wat betekent dat? Het is ook iets met 3, dus ik zal toch ook wel... Ja, zegt Jozef. Dit is de uitleg ervan. De 3 manden betekenen 3 dagen. Oh, denkt de bakker. Dat gaat goed. Nog binnen 3 dagen zal de farao u een hoge plaats geven. Oh, gelukkig, denkt de bakker. Dan kom ik eruit. Maar, dan zegt Jozef, hij zal u aan een paal hangen. En de vogels zullen uw vlees van u afeten. Ja, wat is dat nou voor boodschap? Het is in ieder geval een eerlijke boodschap die Jozef daar brengt. Hij zegt wat de Heere hem ingeeft. En ik wil daar ook een toepassing bij maken over hoe het werkt in het geloof. Er is een waar geloof. Er is ook iets wat lijkt op geloof, maar wat het niet is. Ik vind het altijd heel ingewikkeld om daar de vinger bij te leggen, maar ik geloof wel dat het de bedoeling is dat een dominee dat doet. Om onderscheid te maken tussen het waarachtige en wat je van ouds noemt het nabijkomende. Dat lijkt er wel op, maar dat is het niet. De dromen van de bakker en de schenker lijken op elkaar. En toch wordt de een vrijgesproken straks. En de een krijgt zijn vonnis te horen. Er zijn mensen die een werkelijk geloof hebben,
die werkelijk voor rekening liggen van de Heer Jezus in leven en in sterven. En er zijn mensen van wie je het wel zou verwachten misschien en die het van zichzelf ook denken en die het toch niet zijn. En wij moeten natuurlijk weten van onszelf, wie zijn we dan? Ben ik een schenker? Of ben ik een bakker? Als de deur nou open gaat straks, naar de eeuwigheid, zal ik dan een plaats hebben aan de tafel van de koning? Of zal het mij zo vergaan zoals bij de bakker? Hoe kun je dat weten? Hoe kun je dat onderscheid nou maken tussen wat echt is en wat niet echt is? Dat is heel vreemd, dat is een soort paradox. Hebt u wel eens gehoord, misschien kan ik het zo illustreren, hebt u wel eens gehoord van het impostersyndroom? Dat is dat je bij jezelf soms denkt dat je de boel bedriegt. Dus je bent een arts. Je hebt er heel goed voor geleerd en je weet eigenlijk wat je doet en toch kijk je wel eens naar jezelf. En omdat je zo goed weet wat je allemaal verkeerd doet en zo goed weet waar al je vragen liggen en dat je zoveel niet weet, voel je je soms een bedrieger in je eigen vakgebied. Je hebt ook moeders die eigenlijk hele goede moeders zijn, maar toch bij zichzelf voortdurend denken, ja, ben ik nou eigenlijk wel een goede moeder? Want je ziet zo goed wat je allemaal verkeerd doet. En hoe het beter kan. En hoe die liefde die je wel voelt er toch niet uitkomt. Dan voel je je soms een bedrieger. Dan denk je, ik ben een slechte moeder. Terwijl je het helemaal niet bent. Maar het voelt zo. Je hebt dominees die van zichzelf soms denken, oh jongens, de mensen moesten eens weten wat ik allemaal denk en voel. En aan de buitenkant lijkt het allemaal vanzelf te gaan, maar het is van binnen soms echt een rommeltje. En dan voel je je een bedrieger op de kansel. Ik denk dat elke gelovige, elke ware gelovige, daar iets van kent. Andere mensen zien je aan voor een christen. Maar jij kent jezelf. En jij weet hoeveel, wat voor een rommeltje het soms is aan de binnenkant. En hoeveel moeite het je kost om te wandelen in het spoor dat de Heer je wijst. Dat je het jezelf wel eens afvraagt. Ben ik eigenlijk wel een christen? En mijn bemoediging is dan voor u, dan gaat het dus heel erg goed. Dan gaat het echt heel goed. Het is ook opvallend genoeg de schenker die met zijn nood komt. En die zegt, ja, ik moet dit vertellen nou. Terwijl die bakker die denkt, oh, ik kan mezelf erin praten. Want ik heb ook ongeveer een 1 plus 1 is 2. En dan ben ik er ook. Ja, maar zo werkt het dus niet. En zo werkt het in het geloof ook niet. Geloven is niet een kwestie van, oh, ik zie dat mijn ouders geloven, nou dan zal ik ook wel een christen zijn. Of ik kom uit een christelijk dorp, dan zal ik ook wel een christen zijn. Nee, zo niet. Ja, dus je hebt het waarachtige en het nabijkomende. En het gaat er dus niet om wat wij van onszelf denken. Het gaat erom wat Jozef ervan zegt. Hè? Het gaat erom wat Jezus ervan zegt. En als Jezus tegen ons zegt, door genade ben jij een geliefd kind van God, dan ben je het ook. Of je dat zelf nou zo goed bekijken kan of niet. Het is zo. Jozef zegt het. Over 3 dagen. En andersom, daar ga ik straks nog iets van zeggen. Als het oordeel komt, als je het niet bent, wat dan? Nou, daar ga ik straks mee afsluiten. We gaan eerst nog letten op hoe dat die dromen uitkomen in onze derde gedachte. En ik heb het ongelooflijk warm. Dus wordt het nu... Ja, ik ga mijn jasje uitdoen. Dat is een goede stap. Houdt u het nog een beetje uit? Met mijn kerkenraad gaat het nog goed. En met u ook. Als u er echt last van krijgt, kunt u altijd even een luchtje scheppen. Of, nou, niet allemaal weglopen trouwens. Ik ben nog niet klaar.
Want de dromen komen ook uit. En daar... Ik heb nog een paar dingetjes. De koning is jarig, hoera. En de vlag gaat uit. En op de verjaardag van de koning gebeurt er ook iets anders. Er wordt gratie verleend. Dat kennen wij nog steeds. Volgens mij kun je nog steeds brieven schrijven aan de koning als je gevangen zit. En dat je dan zegt, haal me hieruit. En dan kan de koning met zijn hand over zijn hart strijken. En jouw gratie geven. En gratie is een duur woord voor genade. En genade, dat heb ik u tot in den treuren verteld, is dat je iets krijgt wat je niet verdient. En iets niet krijgt wat je wel had verdiend. Nou, de koning is jarig, strijkt met zijn hand over zijn hart. Zo lezen we aan het eind van het hoofdstuk. De derde dag is aangebroken, de geboortedag van de farao. En hij richt een maaltijd aan en ja, dan wordt er op de deur van de gevangenis geklopt. En de schenker en de bakker die worden naar voren geroepen. Komen jongens! En ze worden uit de kerken gehaald. En verhoogd. Ja, allebei. Maar dan komt de profetie van Jozef uit. Want de een wordt verhoogd en hersteld. Zodat hij de beker weer in de hand van de farao mocht geven. Maar het hoofd van de bakkers hing hij op. En dan staat er nog. Het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. Ja. Gedenk mijner. Denk aan mij, zegt Jozef. Jozef zegt dus niet, jongens, als je straks aan het hof van de farao bent, strooi eens wat vergif in de beker van Potifar, want met hem heb ik nog wat recht te zetten. Of strooi eens wat vergif in de beker van de farao. Dat zegt hij niet. Hij zegt, denk aan mij. Ik ben niet. Hij maakt niemand zwart. Hij geeft zijn broers niet de schuld. Geeft Potifar niet de schuld. Alleen hij zit in die gevangenis. En hij heeft zijn dromen nog steeds. Zijn eigen dromen die nog steeds niet zijn uitgekomen. En Jozef zegt, denk aan mij. Maar, staat er dan, de schenker vergat hem. Ik wil weer twee lijnen trekken en dan ronden we af. De schenker vergat Jozef. Achteraf gezien is het maar goed ook dat de schenker Jozef vergat. Waarom? Nou, stelt u zich voor dat die schenker uit de gevangenis wordt gehaald en tegen farao zegt, farao, er zit een jongen daar in de gevangenis. En door hem... Hij heeft mijn dromen geduid en hij verdient eigenlijk de vrijheid. En dat de farao had gezegd, nou haal hem er maar uit. En dan komt Jozef uit de gevangenis. En wat gaat Jozef dan doen? Dan gaat Jozef terug naar Kanaan. Die denkt, oh, eindelijk vrij. Kan ik eindelijk terug naar mijn vader? Eindelijk terug naar huis. Maar Jozef kan nog niet naar huis. Want Jozef moet de onderkoning worden van Egypte. Dat weet hij allemaal helemaal niet, maar het moet gebeuren. Dus het bestond in Gods raad dat Jozef vergeten werd door de schenker. Er zit nog wel het is ook een spiegel om in te kijken. Hebt u wel eens op een ziekbed gelegen? Hebt u wel eens in een uiterst benarde situatie verkeerd? En toen tegen de Heere gezegd, Heere, als u me hier uithaalt, ga ik de zending in. Heren, als ik genezen mag van deze kwaal, zal ik nooit meer. Heren, als u me duidelijkheid geeft over dit vraagstuk, dan zal ik, ja. En de Heren gaf uitkomst, hij gaf genezing, hij gaf uitzicht. En toen... Toen zijn de beloften op het ziekbed blijven liggen. Want u zit nog steeds niet in de zending. En u hebt toch weer... En je hebt... Nou, hè, zo gaat dat dan. Ja, zo mag het dus niet wezen. We hebben hier wat dat betreft een kwalijk voorbeeld van de schenker die de weldaad vergeet.
zo is het een spiegel om in te kijken. Maar er is nog iets anders en daar sluit ik ook mee af. We hebben het nou gehad over schenkers en bakkers en hoe dat te maken heeft met het geloof. En wij moeten weten of wij een schenker zijn of een bakker, voordat de deur open gaat. En ik wil u misschien een beetje helpen om in deze spiegel te kijken, om voor uzelf op te maken hoe dat het ervoor staat. En ik doe dat omdat het opvallend is dat in heel de Bijbel zijn er vaak tweetallen. Dus dan is het zwart of wit, hè? Dan is het tarwe of onkruid. Dan zijn het wijze bouwers en dwaze bouwers. Wijze maagden, dwaze maagden. Schapen en bokken. Waarom altijd zo zwart-wit? Nou, om ons uit te drijven tot zelfonderzoek, om te kijken, ja, wie ben ik dan? Want er ligt een grote vreugde als je weten mag dat je aan de goede kant terechtgekomen bent. En er ligt een grote waarschuwing aan de andere kant als je nog aan de verkeerde kant staat. Ben je een schenker of ben je een bakker? Is het echt? Of lijkt het er maar op en is het niet echt? Dat is een spiegel om in te kijken. Wat ik ook zeggen moet, is dat die onheilsprofetie, want dat is het over de bakker, bedoeld is om de bakker tot bekering te brengen. Er staan heel veel profetieën, met name in het Oude Testament, die heel akelig zijn. Dat gaat over andere volken, over Moab en Ammon en Assyrië. U kunt het nalezen in de grote en de kleine profeten. Het is onheil op onheil op onheil. We kennen het ook uit de geschiedenis van Jona. Die zegt nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Wat is de bedoeling van die onheilsprofetieën? Wat is de bedoeling van als de Heer je erbuiten zet? Wat denkt u? Is het de bedoeling dat de mensen in Nineveh hun agenda pakken en denken, nou ja, het is vandaag 18 augustus, 40 dagen. Even kijken, dan zitten we eind september. En dan schrijf ik in mijn agenda, nou, dan gaat vandaag Nineveh omgekeerd worden. Zou dat de bedoeling zijn van de profetie? Nee, natuurlijk niet. Dat is nooit Gods bedoeling. Als de Heer het onheil aanzegt, dan is altijd de bedoeling, bekeer u. Bekeer u. Wend u tot God en word behouden. Ga niet door in de weg die je bent ingeslagen. Er is nog tijd. De deur is nog niet van het slot. We zitten hier nog. En dat is wat ik ter bemoediging meegeven kan. En dan zeg ik amen. Wat in de natuur niet kan, dat kan in de genade wel. De Heer kan van een bakker een schenker maken. En wij zien hier die bakker de dagen rustig afwachten en denken, jongen, had Jozef nou aangeklampt? En had aan Jozef gevraagd, Jozef, maar is er enig middel om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Had nou gedaan wat die moordenaar aan het kruis eens zal doen. Gedenk mijner. Het is een echo van wat we hier Jozef horen zeggen. Gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn, dan is er toch plaats voor bakkers, of niet? Even goed als voor schenkers. Maar het gaat er altijd maar om wat Jozef ervan zegt. Want Jozef verklaart het hart van de koning. En als u nou naar deze dingen luistert en denkt, oei, ik vrees dat ik een bakker ben, dan gaat de Heer eens vragen of je een schenker mag worden. En als u genade mag kennen, luister dan ook eens goed naar wat Jozef u heeft gezegd. Nog 3 dagen. En u zult leven. Misschien dat je in de diepte zit. Misschien dat je in de kerker zit. En misschien dat er geen streepje licht door de muren heen komt. Nog 3 dagen. En de steen zal worden weggerold, omdat elke christen zoiets kennen mag van wat Christus zelf heeft gedaan. Hij is de dood in geweest. Hij is het graf in geweest. Hij is de kerker in geweest om de gevangenis
gevangen te nemen. Ook mijn gevangenis, ook mijn gevangenis. Want waar de geest is, daar is vrijheid. Amen.